Dit schilderij is uit dezelfde periode als de engel. Dus toen ik de verlichtingservaring mocht echt vastleggen. En dit was een voorganger. Ik ging door alle lagen heen, door alle mogelijke en onmogelijke processen. En ik was continu aan het transformeren en aan het loslaten. Ik was aan het bekijken en durven kijken en durven dat echt te accepteren wat er was, wat nog niet eerder gezien was. En dit schilderij is ook nog vol met teksten in het Nederlands, maar ook in het Russisch. In een donkere laag heb ik in het Nederlands geschreven echt het belang van naar binnen te gaan en echt tot de bodem, naar donkere kamers waarvoor dat dient. En in het oranje staat in het Russisch een tekst over de liefde met affirmatie daarin. Ook hier heb ik light language gevuld en toen wist ik nog niet dat dat bestond en dat is nu voor mij bijzonder dat dat vanzelf is ontstaan.